Deze stond op zolder? Nee, die stond op de slaapkamer. Oh ja. Ja. Maar die gaat ook weg? Ja. Alles thematerrein wat u hier vindt. Historische boeken, Duitse boeken. En alles zelf verzameld? Alles zelf verzameld, bijna 50 jaar lang. Oude tekstcatalogie uit de 60e jaren. Maar dit is uw levenswerk eigenlijk? Dat is het. U heeft een heel pand gehuurd ook ervoor? Ja, inderdaad. Waarom? Ja, hoe moet ik het anders aan de man kunnen brengen? Ik bedoel, het is zoveel. Het zijn niet een paar boekjes. Het is niet van, ik heb maar 2 treintjes. Het is ook wel een beetje treurig, denk ik, dit, of niet? Ja, maar ja, je hebt niet het eeuwige leven. En als je soms ziek wordt, dan krijg je ineens een hele andere wending. Ja, dus je bent ziek geweest, hè? Ja, inderdaad, ja. Hoe gaat het nu? Beter, maar ik moet nog wel even tegenaan. Hier staat nog iets, is bij Werkspoor gebouwd, onze Nederlandse Trans-Europa Express. En het pronkstuk? Deutsche Bundesbahn, de snelste locomotief uit die tijd, 1966 gebouwd. Wat moet het opbrengen? €595. Maar daar heb je wat, hè? Dus beauty. En het is natuurlijk voor hem heel moeilijk. Hij heeft heel erg moeilijk ermee. Maar ik heb gezegd, het is niet einde. Ja, maar ik heb dan een man die chagrijnig is. Wat heb ik daar aan? Ga lekker gewoon naar de treinbaan. Lekker zitten kijken. En hij wil gewoon dat hij gelukkig is. En dat hij al die jaren dat we nog elkaar met elkaar kunnen zijn. Dat we gewoon nog kunnen genieten.